Welkom allemaal bij een nieuwe video en welkom terug bij wat GTA 5 Road to 2,5 miljoen dollar. En vraag me niet waarom, maar ik ben ergens in the middle of nowhere gespawnd met mijn trusty nieuwe truck. Ik weet niet of ik jullie deze al had laten zien of niet. Volgens mij heb ik hem in de stream laten zien, maar deze hebben we in de vorige episode volgens mij toen gevonden. En ik heb hem verzekerd, dus nou is hij voor mij. Ik vond hem best wel sick. En kijk waar ik ben. Ik ben hier. Geen idee waarom. Ik gok omdat ik wat races had gedaan een paar dagen terug. Maar er is weer een nieuwe RC race. Ik weet niet of we die willen proberen. Ik had die andere nog geprobeerd van vorige week. En die was behoorlijk lastig. De eerste was super makkelijk en de tweede was behoorlijk lastig. Dus ik vermoed dat deze ook lastig zal zijn. We hebben hier ook nog iets anders als dit. Oh, special race series. Dat kunnen we niet doen. Nee, wat ik deze episode wil gaan proberen is om te kijken of wij die special events kunnen doen. En kijken of we hem gelijk ook kunnen starten. Het heeft geen zin om erop te wachten. Secure service is currently unavailable. What? Oh, nou niet meer. VIP work. En welke zullen wij vandaag eens gaan doen? Er zijn er heel veel bij die ik wel interessant vind. Ik wil eigenlijk iets doen met van die epische dingen. Zoals waarschijnlijk zoiets als dit. Plowed. Dan kunnen we de Phantom Wedge gebruiken. Dat ding is sick. En ik heb die nog nooit gebruikt. Dus dat is eigenlijk best wel zonde. Enter the Phantom Wedge. Waar? Oh, die is naast mij. Nice. Kijk eens aan. Hij staat gelijk naast mij. We gaan vandaag in ieder geval weer kijken of we een beetje centen kunnen verdienen voor onze serie. Ik weet niet op hoeveel we momenteel zitten. Volgens mij is het een 1,4 miljoen of zo. Ik kan er ook voor kiezen om mijn club goederen te verkopen. Daar krijgen we bijna een miljoen voor. Volgens mij zelfs een miljoen voor. Maar dat wil ik dus niet doen, omdat we dan gelijk klaar zijn mocht het lukken. Dus dan probeer ik zo lang mogelijk uit te stellen. Dus we gaan eerst even kijken of we al deze VIP work dingen kunnen doen. Dat lijkt me op zich wel sick. En kunnen we er zo'n bak aan koppelen, denk je? Even kijken of dat kan. Enter the Phantom Wedge. Een van mijn meest zinloze aankopen ooit geweest. Nog nooit gebruikt. Hij is wel vet. En er is momenteel trouwens ook een $9000 bounty, wat ook wel vet is. En dat denk ik aan niet. Alright. Go to Stab City. Nou, dat is een leuke plek om te wonen. Stab City. Weet je wel, ik volg wel netjes de weg. We hebben niet voor niks dit ding. Ik ga mij ook gelijk uitleven ook. We moeten 9 supplies destroyen. En dat moet wel lukken met dit ding. Dit ding is awesome. Kijk dit man. Prachtig. Ik hoop niet dat deze truck snel kapot gaat. Want volgens mij kan dat wel. Ik vind persoonlijk die rampcar fijner. Die is ten eerste veel sneller, maar die kan ik vooral niet kapot volgens mij. Of in ieder geval, het duurt heel erg lang. Uiteindelijk gaan ze wel kapot. Maar dat ding is leuk. Dit ding is in principe hetzelfde, alleen dan in de vorm van een truck. Dus dat rijdt gewoon niet zo chill. En ah, in de grappel. Oké, dit wordt een probleem. Shit. Oh, oh. Oké. I made it out alive. Let's go. We hebben hier 13 minuten de tijd voor, wat op zich best lang is. Maar we moeten er 9 destroyen. Want ook best wel veel dingen zijn. En waar kom jij vandaan? Ik rij ineens random iemand aan. Nee, maar we gaan eens proberen om al die VIP work missions te doen. Of in ieder geval alles wat ik kan starten. Ik heb redelijk veel van die voertuigen, dus de meeste kan ik ook wel doen. En is dat mijn auto? Nee, dat was niet de mijne. Dat was wel dezelfde. Dat is de kans. Oké, volgens mij zijn we er bijna. Ik zit tenminste weer op de weg. Dat is fijn. Echt, die route daar was alles behalve ideaal. En vliegt dus nog steeds iemand achter me aan met de motor. Dat is wel de Mark 1. Dus dat kan ik redelijk respecteren. Destroy the supplies. Dan gaan we het even proberen. Dit is echt het ultieme voertuig voor dit soort dingen. Kan ik gewoon erheen beuken? Ja. Geen probleem. Het is hier wel een beetje smal. Dit is voor de biker shit. Heb je ook missies die dan voor die andere CEO's zijn? Want volgens mij ben ik momenteel ingeschreven als biker dinges. Was dat alles? Oh, we moeten verder. Oké. Dit stelt echt niks voor, hè? Moet ik nou... Zeg nou niet dat ik nou weer helemaal terug moet rijden. Nope. Ik neem een andere route. Nope. Ik ga niet weer die weg pakken. Die weg is verschrikkelijk. Dit is echt alles behalve ideaal. Ik rij wel een klein beetje verder om. Waarschijnlijk kan ik hier gewoon de normale weg volgen. Dat een stuk beter gaan. Ik weet ook niet hoeveel geld je voor dit soort dingen krijgt. Volgens mij hadden jullie mij laatst verteld dat je 20k kreeg.
Wat mooi zakgeld zou zijn. En ik wil daar ook kijken of we die bounty kunnen killen. Misschien zelfs met dit ding. Dat zou vet zijn. Het is wel echt een ultiem genot om zo die auto's weg te zien vliegen. Moet je kijken hoe goed dit ding is. Het is insane. Dit ding is awesome. Ik weet niet hoe duur dit ding was. Maar hij was sowieso zijn geld al waard. Nou ja, als je de keuze moet maken, raad ik je wel aan om ervoor te kiezen om die rampcar te pakken. Die is volgens mij toch wel beter. In principe hetzelfde, maar het is gewoon een fijnere auto. En het doet hetzelfde. Maar... puur genieten dit. Puur genieten. Oh, fuck. Ik zie het tank. Ik zie het... Oh, god. Jongens. Ik heb een groot probleem. Ik moet ergens langs waar een tank staat te wachten. Oké. Er is geen mogelijkheid dat ik het overleef. Hoe groot is de kans dat daar een tank is? Naast het feit dat daar het leger is. De legerbasis. Go to hookies. Ja, kijk dit, man. Kijk dit. Wat is de kans? Ik moet daarheen. Ik kan er ook niet langs rijden. Ik kan er niet omheen rijden. Hij blaast mij gegarandeerd op. Dit is waarschijnlijk het domste wat je kunt doen. Ik ga kijken of we de tank kunnen... kunnen omgooien. Doe dit thuis niet na. Maar ik heb gewoon te weinig tijd om... om dit een beetje succesvol te doen. I'm dead. Oh my god. I'm dead. I am dead. Oh my god. No way that happened. Dit is prachtig. Oh, mijn hart. Only in GTA. Hij komt waarschijnlijk mij achterna en dan ben ik alsnog de lul. Maar dat was awesome. Dat was het waard. Dat was het sowieso waard. Het ding is ook, ik kon wel omrijden, maar dat haalde ik toch niet in tijd. Dus het was alles of niets. Kijk eens aan. Dit hebben we ook weer gedaan. We moeten snel door naar de laatste locatie. Pas op dat dit ding niet ontploft hier. Die propaan tank. Ik weet niet hoe het zo'n ding heet. Dit is niet het meest ideale voertuig om te draaien. Alvast een tip voor iedereen die zich afvraagt. Kan ik dit ding goed gebruiken in de stad? In parkeren? Vermoedelijk niet. Oh my god. Oké. Hey, dankjewel, Elver. Dankjewel, man. Dankjewel. Dankjewel voor de lieve woordjes. Waarschijnlijk hoor je niks totdat je deze video bekijkt, maar... we zijn er bijna, boys. Ik heb nog 3 minuutjes om dit te doen. Please. You gotta be fast. Da. Come on. Nee. Oké, we zijn er. Nu heb ik nog 2,5 minuut om dit allemaal op te blazen. Of in ieder geval te slopen. Dat moet geen probleem zijn. Hello to my little friend. Woo! Dit ding is echt awesome. Ah, nee. Ze hebben machine guns. Ik heb hier weinig cover. Niks aan de hand. Kijk eens aan. Hatsplat. En $30,000. Hoezo self-destruct? Dit is mijn voertuig. Ik heb hiervoor betaald. Oh. Oké, weet je wat? Prima. I'm out here. We hebben $30,000 gekregen om dit te doen. En dit is mijn nieuwe truck. Als ik hier in 10 seconden weg kan komen. Yes! Pas op, de ding ontploft. Pas op! Helsinki, ga weg dan! Oh, wat? Ik word uit mijn auto. What the fuck? What the fuck? Gekke heel Billy. Daar heb ik een knop. Hoe doe ik dit? Ik weet de controls niet meer van de game. Op je muil, gauw! There we go. Hey, I have a job. It's casino work. Are you interested? Sure! So, we've been hemorrhaging chips the last few weeks. What the fuck? $30,000 voor deze missie, dude. Dat is insane. Dat was ook best wel close. We kunnen hier een vliegtuig pakken. Ik denk dat we dat best wel kunnen doen. Ik weet niet waar we heen moeten. Ik wacht wel even hier af, zodat we daar gelijk een vliegtuig kunnen pakken. Mochten wij ver weggaan. Ik zie niks op de map. Oh, daar. Oké, we moeten best wel ver vliegen dus.
Ik pak hier een vliegtuig. Dat is denk ik het slimste. Als hij hier staat tenminste. Anders moeten we zo gigantisch ver rijden. Dit is niet de juiste bank. Oh, dat is daar. Laat maar. Hier is het vliegveld. Staat hier een vliegtuig. Oh my god. Oké. Okay. Juist. Wat is slimmer? Ik denk dat wij... Dat ding is een solo vliegtuigje. Daar kunnen we volgens mij niet allebei in. Helikopter is handig, maar die is traag. Dus ik denk dat we deze pakken. Dan kan hij mooi met me mee. Oké, er zijn drie verschillende locaties die wij moeten zoeken. Mij kennende zal het waarschijnlijk de laatste zijn. Dat is meestal het geval. Maar dit is in het insane begin al 30k met dit. Ik kan je garanderen dat we die andere missies ook kunnen doen. Ben maar niet bang. 100%. Vooral ook omdat ze vrij uniek zijn. Ze zijn leuke dingen om te doen. Hello! Hallo, how you doing? Ah, shit! Oké, okay, daarom kijk je voor je als je vliegt. Fuck's sake. God damn it! Nee! We hebben geen auto, jongens. Wat sta je nou te kijken, man? Ik zie je wel roddelen, hè? Ik zag het wel. Ah, de chick. Go back to your home, shit, dick. Hop, je ah! Oeh, de dodge, zeg je dat? Oké, okay, we hebben een auto nodig. Oh, daar komt een tractor aan. Oké, okay, tractor voor mij. Let's go. Ik weet niet of hier met twee man in kunnen. Dat is een enkeltje. Oh, daar komt er nog een aan achter. Pak die andere. Oké. Okay. Helskamp, jij kan die andere tractor pakken. Hier achter mij. Die is voor jou. Zo, die tractor is voor hem. Ik denk dat hij de hint wel snapt. Pak deze tractor! Nee? Oké. Okay. Nou ja, wij gaan in ieder geval verder. Ik heb alle tijd van de wereld, dus dat is mooi. Ik denk dat we die ook... Uh-oh. I'm dead. I'm dead. Maybe not. Oké. Okay. Daar vloog ineens een jet over. Gaan we verder eens niks van zeggen. Ik rij gewoon rustig verder. Ik denk toch dat we zometeen met Helskamp mee moeten rijden. Want hij komt er snel aan. Ik weet niet wat hij heeft, maar het is gegarandeerd sneller dan wat ik nou heb. Ik wist dat het ding traag was, maar niet zo traag. Hij heeft een motor. Weet je wat? Ik ga wat bij jou achterop. Dan gaan we misschien toch een tikkeltje sneller. Ik hoop dat hij de waypoint kan zien. Oeh, zwart en rood. Ziet er nice uit. Ga naar de waypoint, please. Hebben wij nog wat body armor op de zak? Want ik... Oké, ik weet niet wat daarvan. Ik zit nog steeds op mijn motor. We hebben geen body armor. Ik vermoed dat we zometeen dus op zoek moeten gaan naar... ons geldbusje. Ik heb niet meer opgelet wat ze net zei aan de telefoon. Maar ik weet dat er een van die missies is waarbij je dus die geldbusjes moet gaan zoeken. Dus ik gok dat het hier ook is. Of die... andere busjes. Postbusjes die wij de laatste keer gefaald hebben, volgens mij. In de missie. Het is een wit busje. Misschien dat het dat is. Geen idee. We zijn er in ieder geval bijna. Dus dat is mooi. En de kans is zeer klein dat we nou op de juiste plek zijn. Maar er zijn er volgens mij 5 of 6 waar we uit moeten kiezen. Dus we zien... Oh, wat? Er is hier wel politie. Dat is een goed teken. Search the area for the thief. Oké, okay. Okay. Prachtige epic rol. Hij is op zoek. Waar moet je beginnen? Dit is zo'n grote ruimte. Oh! Are you kidding? Ik heb de... weet je wat? Nope, 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 nope. Ik... Nee, er zijn er meerdere. Nee, dat was hem niet. Ah, shit. God damn it. Ja, ik pak wel even mijn eigen auto. Het is fijn dat hij mij wil helpen, maar ik rij zelf wel even. Ik dacht even dat we gelijk de juiste gevonden hadden, maar dat was dus niet zo. We moeten naar de volgende plek. God damn it. Wat is slim. Ik kan hier proberen te gaan offroaden. Dat is wel de kortste route. Ik weet alleen niet of het de snelste route is. Hey, wat een mooi bootje daar in de verte. Is dat een mijne? Nee, ik heb volgens mij geen blauwe verlichting. Alleen moeten we er wel doen, hè. Die crewblauwe kleur. Die moeten wij pakken. Ik weet niet of dat kan. Volgens mij heb ik hem echt dat Miami roze. En de politie houdt me niet op, man. Ik heb alleen maar iemand neergeschoten. What are you doing? Woo! Oh, god. Gebruik geen explosief, alsjeblieft.
Don't blow me up. We zijn dus op zoek naar een dief. Een dief die iets gejat heeft. Vanzelfsprekend, als geen dief. Wat hij gejat heeft, weet ik dus niet. Maar ja, dat is omdat ik niet heb opgelet. Waar, oh waar, is onze vriend? Ik gok aan de andere kant. Volgens mij kunnen we hier omhoog klimmen, toch? Er is wederom een $9000 bounty. Echt, waar komen al die bounties vandaan? Ah, hier moet die zijn. Hier moet die zijn. Sowieso. Dit zijn de enige mensen die ik kan vinden hier. Hallo? Ik ben op zoek naar een dief. Iemand gezien die een beetje verdacht is? Nee? Oké dan. Misschien deze twee. Deze zijn verdacht. Oh, ik kon explo... Is dat vanaf, vanaf de boot, die explosies? Wat de... Oh, nee, 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 nee. Oh, hij is hier rechts. Hij is rechts. Oh, hij zit hier goed te hiden. Oké. Give me all your money. Ik weet niet wat hij heeft. Wat heb jij? Geef me shit. Nope. Oké. Dat is het. Yes, eindelijk. Jesus Christ, dat duurde lang. You recovered some chips. Ik weet niet of we er nog meer moeten vinden. Oh, moeten we er letterlijk allemaal langs? Ik dacht dat één van de vijf de chips zou hebben. Maar blijkbaar hebben ze het allemaal. Geen idee. Ik heb oprecht geen idee. Dit duurt alleen veel te lang. Pakken deze auto. Dan gaan we over naar de volgende plek. Jesus. We kunnen ook wel deze chips gebruiken in het casino. Want we moeten nog langs het casino. Ah, shit. Dit is een Simeon auto. Stap in. Kom, kom. Het is ook nog eens een Simeon auto. Dus ik krijg gelijk twee sterren. Echt, dit kan ik allemaal nou niet gebruiken, oké? Hoezo zit er een helikopter in de lucht? We hebben twee sterren politie. Normaal gezien is dan helemaal geen helikopter. Dat klopt niet. That's some bullshit. Oké, we zijn in the area. This one should be easy. We have the make and model of the car. It's a white 9F. Oké, dat is een R8. We zijn op zoek naar een R8. Daar hebben we hem. Dit is de R8. Maar... Er zit ook een spoiler op. Zie dat deze is gepimpt. Maar waar is hij dan? Dit is zijn auto, maar waar moet hij dan zijn? Oh, hij zit in de winkel. Hij zit in de winkel. Oh, god. Maar dit komt niet... Kijk hoeveel politie hier is! Hij zit sowieso in de winkel. Ik kan die winkel niet in. Ga alsjeblieft dan weg. Wacht. Ik weet niet of dit lukt. Kan ik de winkel inschieten? Nee, ik kan hem niet zien. Dat zou perfect zijn. Ik moet die winkel in. Ik weet niet of ik daar heel hard uit kan komen. Ik heb geen body armor, maar ik ga het toch proberen. Ik ben bijna dood. Ik ben letterlijk al bijna dood. Oké. Okay. Gotta do what you gotta do. Mijn vluchtauto. Hallo? I can't help you when the cops are after you. Is hij hier niet? Not good. Oh, hij is hier niet. Ik dacht dat hij hier zou zijn. Ah, shit. Kan ik hier gewoon heel uit naar buiten? Ik was overtuigd dat die vent in de winkel zou zijn. Overtuigd. Gezien dat zijn auto om de hoek stond. Auw. Waar is zij dan? Oh, ik kon een vliegtuig neerstort die boven ons. Oké, valt mee. Hey. Dan is hij gewoon waar die auto stond. Aan de andere kant van de weg. Ik denk hij zal in de winkel zijn. I don't know. Oh. Ah, jullie hebben shotguns. Dan krijg ik dadelijk 3 sterren politie wedden. Dit is foute boel, boys. Dit is foute boel. Oh, hij zit hieronder. Natuurlijk, hij zit hieronder te hiden. Oh. That's him. Hallo. Hallo, geef me de chips. Dank je. Ah, en ik heb gelijk 2 sterren. Alright. Heb jij een vluchtauto? Je hebt een vluchtauto. Dankjewel. Ik vind het raar dat ik politie achter me aankrijg. Gezien het feit dat hij mijn spul heeft gejat. Maar that's okay. It's okay. Okay, the idiot caught a cab. The owner of the cab company is a regular of ours. And they dropped your target at AA. Oké, IAA. IAA building. Dat is hierboven. Is een beetje lastig aangezien... Weet je wat? Ik snap uit. Sorry. Het is makkelijker om zelf te rijden. Want hij weet niet wat ik aan het doen ben. Dit is de IAA building. Hier heeft hij die vent afgezet. Nou is aan mij de vraag waar hij ergens uithangt. Dit is wederom weer een gigantische locatie. En ik heb geen idee wat ik moet zoeken. Maar... Dit is hem, dit is hem. Ah, ik zie hem wel. Give me the chips. Give me the chips. Dank je. Oh. Oké, dank je.
Als je mij hier heel snel weg kan krijgen, zou dat fijn zijn. De laatste locatie is bij het casino. Dat komt heel erg goed uit. Oh. Oké, okay, there we go. Want dan kunnen we gelijk naar het casino in. En dan kunnen wij gaan, gaan gokken. Als het goed is... Dit lag als een malle. Als het goed is... Oh my god, het lag. Als het goed is, krijgen wij hier 5000 chips voor. Dit is afgrijzelijk, dude. Ik denk dat ik... ja, ik ga zelf wel. Bedankt voor de hulp. Ik stel het zeer op prijs, maar dit, dit wordt hem niet. Oké, okay, deze locatie is makkelijk. Hier is letterlijk geen cover. Hier is letterlijk geen cover. Je hebt één huisje. That's it. Deze persoon moeten wij vinden binnen letterlijk 30 seconden. Oké, okay, weet je wat? Ik kom terug op wat ik net gezegd heb. Ik heb oprecht geen idee waar die persoon ergens uithangt. Waar in hemelsnaam is die? Misschien dat dat niet werkt als ik in de auto zit. Maar dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Hij kan die gewoon ergens hiden. Kan ik je ergens mee helpen? Dat ben je in principe eigenlijk... Oh, hier is hem! Ja! Hij was dus niet aan het verstoppen. $10.000 en 5000 tokens. Oké, okay, we rijden nou weer even terug naar het casino. Ik heb nog steeds twee politie achter me aan. Maar zodra we naar binnen gaan, dan zullen die wel weg zijn. Ik kan dadelijk een van deze auto's verkopen. Ik weet trouwens niet of je deze kan verkopen. Die Bruvado, of hoe dit ding mag heten. Maar dat zien we dadelijk wel. Dat maakt niet zoveel uit. Ik wil eerst eventjes, eventjes gaan gokken. Good work. Very efficient. Geen dank, geen dank. Oh, kijk eens aan. De Thai Pie zit er nou nog steeds in. Ik dacht dat hij inmiddels al weg was. Ik heb nog steeds niet gekeken of ik dit nog steeds in mijn collectie heb staan. Volgens mij niet. Maar we zullen zien of het vandaag onze lucky day is. Er moet een keer een dag komen waarbij wij gewoon gigantisch veel geld winnen. Dat snap je wel. Oh, nope. Visitors bonus. There we go. 6000 en eventjes aan het rad draaien. Hebben wij vandaag geluk? We shall see. Oh, dat is een flinke slinger. Ik wil cash. Tokens. Oké, okay, 31.000 hebben we nou. 25.000 tokens gekregen. Ik wil dus cash tokens of een auto. De rest boeit me niet. Dat is nice. Dan kunnen we hier gelijk even alles opmaken. Gelijk alles doorspoelen. Dan gaan we weer voor de diamond. Ik hoor redelijk veel comments dat de diamond beter is. En soms ook weer dat... dat deze beter is. De sun dingetje. Maar ik wil gewoon die diamonds doen. I don't know. We hebben 31.000 tokens om te vergokken. Het zou misschien slimmer zijn om die 31.000 nou over te zetten in gewoon cash. Want dat is gewoon $31.000. Maar you know me. You know me. Misschien hebben we niet alles opmaken. Maar aan de andere kant, je bent er zo snel doorheen. Dat binnen 5 minuten alles al weg kan zijn. Dus we gaan gewoon eens even proberen. Zoals ik eerder al zei, een keer moet ik toch geluk hebben. Hè? Tot op heden is dat geluk nog ver te zoeken. En ik heb nu al de helft opgemaakt. Geef me op zijn minst weer die diamantjes. Die diamantjes heb ik al lang niet meer gehad. Dan krijgen we tenminste weer een klein beetje geld terug. Ik doe nog één keer. Ik denk dat we dan naar een andere automaat moeten. Want deze automaat is rigged. Ja, oké. Okay, deze auto... Ja, worthless. Dat is inderdaad mijn indruk ook. Deze automaat is worthless. Ik ga naar deze toe. We kunnen niet heel veel meer spelen. Ja, deze automaat is sowieso beter. We krijgen gelijk geld terug. Dat bedoel ik. Die van net die was sowieso rigged. Maar ja, we hebben niet heel veel tokens meer over. Dus het zal hier zo meteen allemaal op zijn. Maar het feit dat we hier gelijk tenminste iets winnen tegenover wat we net hadden. Letterlijk niks. Is dat een goed teken? Misschien moet ik gewoon even doorbijten. Dat we uiteindelijk gewoon echt een hoofdprijs zouden krijgen. Maar ja. I don't know. Je zal het nooit weten. En... Ik, ja. Ik kan nog 2 keer of zo. Nee. Het is duidelijk. Geluk is vandaag niet aan onze zijde. We hebben op zich al redelijk wat geluk gehad met die missies. Of ja, geluk. Geluk. Dat was eigenlijk geen geluk. We hebben gewoon hard gewerkt voor de centen. Maar dit, dit was hem dan, jongens. Ik doe nog 2 keer met 500. Dan gaan we weer naar buiten. Dat was een close one. But, nope. That's it. Ik heb zojuist $31.000 opgemaakt. Yikes.
Ik heb geen idee of deze auto echt wat oplevert of niet. Of dat ik hem überhaupt kan verkopen. Maar ja, daar gaan we nou elk moment achterkomen. Ik hoop niet dat ik opgeblazen word. Dat blijft de eeuwige angst hier. Er is een gunrunning shipment. Oké. Er zijn geen bounties meer. Dat vind ik jammer. Er waren net allemaal bounties. Die gunrunning shipment die gaat sowieso niet lang overleven. Want er zit iemand al achteraan. Er is ook een business battle. Oh shit, you motherfucker. Dat is mijn eigen fout. Ik reed tegen hem aan. Oh, no, 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 no. Oh, yep, RPG. No, no, no. Get fucked, dude. There's no way. There's no way. Hij pakte een rocket launcher erbij. Ik weet niet of je het zag. No, 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 no. Waarschijnlijk komt hij achter ons aan. Ja, hier zijn we dan. Hoeveel krijgen we voor deze auto? Ik gok 4300. Gok ik. Vooral met de schade en alles. Die ik momenteel trouwens niet eens kan zien. Wat? Dat was die... 3500. Dat is nog minder zelfs. De schade is weg. What the fuck? It's a miracle. Dat is raar. Nou ja, oké. 3500 is niet veel, zoals ik al zei. Maar het is iets. Er is een bounty van 9000. Waar... Oh, waar is die bounty? En hier heb je inderdaad die crate. Waar we eigenlijk achteraan moeten. Wat een slimmer. Ik denk dat we beter achter die bounty kunnen gaan. Die is 9000. En die andere auto, die is redelijk snel. Ik wil het eigenlijk allebei doen. Dit is alleen niet de ideale auto voor een... voor een bounty kill. Ik pak de revolver. We gaan met de revolver erachteraan. Dit is echt zo dom, joh. Hij blaast mij waarschijnlijk echt gelijk op. Fucking traag kutautootje. Wat rijdt hij? Hij rijdt ook in een Bravado. Ik kan het niet eens bijhouden met dit ding. Oh. Ik wil niet opblazen. Ik wil niet opblazen met stukjes. Ik weet dat dat de manier is, maar we doen het op de ouderwetse manier. Hij is bijna... Oh, ik dacht hij dood was. Hij is bijna dood. Hij is bijna dood. Revolver. Hij is dood. Oh, hij heeft hem. Nice. Helberg. Nice. Of Helbers. En wel politie achter ons aan. Dat is een beetje minder. Oh, goddammit. Oh, er komt een vliegende auto aan. Ik ga hier omhoog. Yikes. Is dat... Oh, we gaan dood. Ik weet niet of dat ding kan schieten. Waarschijnlijk wel. I'm scared. Dat ding heeft rockets. Ik zag het al. Hij doet het wel. Dus volgens mij is hij friendly. But I don't know. Schiet hij of is dat die heli die schiet? Kijk mijn driving skills, boys. Next level gaming. Woo. Tip van de dag. Gebruik geen revolver wanneer je in een bounty hunt zit. Blijkt niet zo goed te werken. Ik spreek uit ervaring. We kunnen natuurlijk nog steeds wel achter de andere ding aangaan. Die daar aankomt. Er zit ook een helikopter achteraan. Weet je wel, waarom niet? Waarom niet? Het levert waarschijnlijk maar $2000 op of zo. Maar je kunt het altijd proberen. En de game is zo lekker, jongen. Je zit jou dus gewoon skippen. Het is trouwens wel een vette auto die hij heeft. Dat is echt zo'n zo'n James Bond auto. Dat is het ook volgens mij. Die onder water kan en zo. Die is wel cool. Hij lijkt ook friendly te zijn. Wat nice is. Dus aangenaam. Er is alleen... Oh, hij kan bij ons in de auto. Maar ik denk niet eens dat hij dat wil. En volgens mij is... Oh, hij is nog steeds hier. Waarschijnlijk kan ik hem nooit bijhouden. Hij rijdt in een buggy. Dat is niet de snel... Oh, laat maar. Hij komt letterlijk deze kant op. Auw! Oké, we zijn zojuist opgeblazen door de persoon waarvan wij dachten die friendly was. Blijkbaar is hij dat niet. Je kan mensen niet vertrouwen, jongens. Tip van de dag. Die ene dude zit ons nou nog steeds te volgen. En om heel eerlijk te zijn, vertrouw ik hem eigenlijk gewoon echt niet. Net blies hij ons ook op. En ik ben bang dat zodra dat wij dadelijk ervoor kiezen om een auto te verkopen, dat hij hem gelijk opblaast. Dus ik denk dat het misschien toch verstandiger is om hier de episode te beëindigen. Ik weet niet hoeveel geld we verdiend hebben. Volgens mij zo'n 40k. We hadden eigenlijk veel meer. We hadden 70k. Alleen ik heb dus al die tokens vergokt. Dus dat is een beetje zonde. Maar misschien is het toch verstandiger om hier de episode te beëindigen. Ik ga hier nog heel even een soort gang hideout doen. Die ik hier zie. Werkt dat? Kan ik die start hier? Oh. Ja.
Ik weet niet... Ja, kijk, nou doet hij het wel. Gang attack. De vorige keer werkte dat niet, toen wij dat probeerden in the middle of nowhere. Dus kan ik... Oh, shit. Ik kan niet in de gaten iemand mij helemaal op de kloot aan schieten was. For fuck's sake. Ik had het niet in de gaten, oké. Okay. Oh. Oké, okay, toffe spawn dit. Heel toffe spawn. Jesus. Ja, ik had niet in de gaten dat hier mensen boven aan het schieten waren. Vooral nu omdat ik in een armored auto zat, maar de ramen zijn niet armored. Maar we hebben ze bijna allemaal. Nog twee te gaan. Drie. Give it up, ass. Ontzettend weak. Ik heb geen body armor. Oh. Nee, don't kill me. I don't like you. Was hem dat dan? Oh, er is nog eentje. Hier op het dak, denk ik. Protect the targets. Nee, ik ben bezig met iets anders. Ga weg. Oeh, dat was die. Yeah, dit was de laatste, toch? Toch? Nee. Er is ineens een andere random missie gestart terwijl ik bezig was met dit. Are you kidding me? Ik ga helaas niet die defend the targets doen, want er zijn meerdere targets en dat duurt een kwartier en daar heb ik helemaal geen zin in. Er is hier een tank die ineens weer voetsie is. Dus weet je wat? Ik ga hier de episode beëindigen. Is zonde dat we deze niet konden afmaken. Want ik moest nog één persoon killen. En ineens is het gewoon gestopt. En ik heb geen geld. Dus dat is een beetje raar. Maar ik hoop dat jullie genoten hebben van deze nieuwe video van Road to 2,5 miljoen dollar. Ik wil hier natuurlijk Helbers nog even bedanken voor de hulp. Dus bedankt voor alle hulp, jongen. En ja, ik hoop jullie heel snel weer te zien bij een nieuwe video. Dus vond je dit leuk? Laat een like achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk tot snel. Houdoe.